Maartje, zou jij willen beginnen? Ja, dankjewel Anke. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Maartje Brandt. Ik werk bij woningcorporatie De Alliantie en ben daar directeur vastgoed, onderhoud en verduurzamen. Dankjewel, Mark. Ja, zeker. Goedemorgen allemaal. Mark dus. Ik werk bij Seabury. Ik geef leiding aan onze vastgoedmanagementactiviteit in Nederland voor alle sectoren. Ik bedoel dus woningen, winkels, kantoren, hotels enzovoort. En binnen Seabury geef ik leiding aan het meest diverse team binnen ons bedrijf. Mooi, dankjewel. Esther? Mijn naam is Esther van Kniekerk. Ik ben een van de vier partners van Contact Consulting sinds vorig jaar maart. Ons credo is vooruitbrengen door verbinden. En dat doen we eigenlijk op allerlei gebieden voor de bouw en vastgoed. Als het gaat over welke wetgeving er aankomt rondom digitalisering. Nou, in ieder geval alles om het beste uit de mens te halen. En daar zit wel een link met inclusiviteit. En daar komen we zo op. Mooi, dankjewel. Marloes. Ja, Marloes van Heteren. Ik ben van oorsprong architect. Ik heb een bureau Studio Solarix. Inmiddels een beetje scale-up. We zijn met z'n zevenen. Wij ontwerpen, ontwikkelen en realiseren duurzame en energieopwekkende gevels die er mooi uitziet. En dat alles om onze CO2-footprint naar beneden te brengen in de bouw. En tegelijkertijd de gebouwde omgeving ook interessant te maken. Hierachter een paneel. Oké, dank jullie wel voor de introducties. Diversiteit gaat voornamelijk over de mix aan verschillende mensen. En inclusiviteit over hoe we met die mix van verschillen omgaan. Zouden jullie om te beginnen iets willen vertellen over de diversiteit binnen jullie organisatie? Esther, zou jij willen beginnen? Ja, nou, wij binnen de eigen organisatie Contact bestaat uit 10 mensen. Daar zit ongeveer 50-50 als het gaat over man-vrouw. Maar goed, je zei het zelf al, het gaat om meer dan alleen man-vrouw. Hè? Dus het gaat ook over jong-oud. Nou, daar doen wij ook aan mee. Ik ben bijvoorbeeld zelf nog onder de 40. En er zitten een aantal boven. Nou ja, goed, het jong-oud van elkaar leren vind ik enorm belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk dat er verschillen zijn vanuit de achtergrond die je bijvoorbeeld hebt. Dus welke bagage neem je mee? Nou, dat is binnen onze organisatie zelf redelijk goed geregeld. En wat we ook hebben, is een netwerk om ons heen, waarbij we ook allerlei verschillende mensen aan ons proberen te binden, met wie we zeg maar samenwerken. Uiteindelijk inderdaad, Marloes zei het net ook al, het gaat om een aantal maatschappelijke opgaven die we met elkaar het slechte hebben. Dus hoe zorg je nou dat de juiste mens op de juiste plek komt? Dat is wat mij eigenlijk bezighoudt en hoe haal je daar het beste uit? Oké, dankjewel. Zou jij daarop verder willen gaan, Marloes? Ja, wij hebben niet diversiteit of inclusiviteit direct op onze agenda staan. Misschien ook omdat we nog vrij klein zijn. We zijn natuurlijk wel afgelopen jaar gegroeid. Maar wat wel een van onze kernwaardes is, is teamwork en respect. Dus we proberen binnen het team ook echt te zorgen dat iedereen op zijn manier het beste uit zichzelf kan halen en kan groeien daarin. We zijn natuurlijk, ik heb het opgericht met mijn partner Reinier Bos. Dat is natuurlijk al man-vrouw, dus dan zitten we al gelijk, dan scoren we al gelijk. En het werkt heel goed. Weet ik niet of dat echt man-vrouw gerelateerd is of meer competentie gerelateerd. Verder hebben wij dus in totaal 2 vrouwen nu en er komt binnenkort eentje bij nog. En we hebben een Griekse en een Fransman erbij. Ja, en ik merk dat dat ook wel een leuke dynamiek geeft. Natuurlijk ook uiteindelijk internationale ambities, dat werkt goed. En zometeen ook nog wel misschien een leuk verhaal over wat de inbreng van de Griekse teweeg heeft gebracht. Oké. Die hou ik nog even vast voor zo. Leuk, oké. Maartje. Ja, wij zijn natuurlijk een wat grotere organisatie. Ruim denk 650 medewerkers. Dus bij ons is het wel echt een thema wat op de agenda staat. We merken wel dagelijks dat het ook ingewikkeld is. Als ik kijk binnen onze organisatie, dan willen we heel graag ook een afspiegeling van onze klanten zijn, van onze huurders. En die zijn natuurlijk man, vrouw, jong, oud en heel divers qua culturele achtergrond. Dus dat streven we ook heel erg naar binnen ons personeelsbestand.
Op directieniveau is het 50-50, dus 50% man, 50% vrouw. En een deel onder de 40 en een deel zelfsprekend boven. En binnen mijn eigen MT bestaat uit 6 personen, waarvan 5 vrouwen en 1 man. Dus daar lukt het me juist niet goed om die balans erin te krijgen. Wat ik heel erg merk binnen onze organisatie is dat we staan voor een enorme transformatie. En die raakt ook wel heel erg aan de transformatie. In die zin zijn we ook een vastgoedbedrijf. We huren vastgoed. En we bouwen het en we onderhouden het. Dat er echt ook hele nieuwe competenties nodig zijn voor die toekomstige wereld waar we naar op weg zijn. En dat vind ik op dit moment wel heel erg een zoektocht. Van hoe breng je die twee werelden samen? En ik denk dat inclusiviteit daarin heel erg een oplossing kan bieden om zowel het bestaande te behouden, want dat hebben we nog heel lang nodig, maar ook nieuwe competenties en visies binnen te brengen om wel die olietanker die we toch wel zijn echt in beweging te gaan brengen. Ja, dankjewel. En Mark? Sea-Bree, zoals jullie weten, denk ik, is natuurlijk een heel groot bedrijf, wereldwijd actief. Dus daarmee zou je kunnen zeggen, vanzelfsprekend al heel divers. Maar dat wil niet zeggen dat het dus automatisch dus ook divers voelt, op lokaal niveau of ook per se ook inclusief is. Wat ik jou gisteren vertelde, Anke, is dat wij diversiteit en inclusiviteit nadrukkelijk op de strategische agenda hebben staan. Dus ook globally is dat een belangrijk onderwerp. Er is ook recent een Chief Inclusion Diversity and Inclusion Officer is er aangesteld. En dus eigenlijk op boardniveau globally dit ook als thema draagt en zorgt dat het bij strategische keuzes wordt meegenomen. Als ik dan even kijk naar de Nederlandse context, want ook ons bedrijf is heel groot en lokaal op landenniveau heeft het ook weer zijn eigen kleur. En hebben we als bedrijf in de afgelopen jaren ook wel een heel nadrukkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Misschien wel een leuke anekdote toen ik ruim 6 jaar geleden de overstap maakte van destijds Jones Lang LaSalle naar Sea-Bree. Toen werd mij diverse keren de vraag gesteld toen mensen hoorden dat ik overstapte. Ben jij aangenomen met een baard? Ik draag al een paar jaar een baard. Dat zegt iets over hoe er gekeken wordt naar het bedrijf. En een soort van karikatuur die er was van Sea-Bree werken alleen maar mannen in strakke blauwe pakken, zwarte schoenen en zonder baard kennelijk. Nou, dat was het al lang niet meer. Dus dat was echt wel een karikatuur, maar het zegt iets over wat het wel was. Heel erg transactiegedreven, een bepaald type mensen wat de bedrijfscultuur domineerde. En door de jaren heen is het bedrijf in Nederland ook veel diverser geworden. En ook qua dienstverlening, van heel sterk transactiegedreven naar ook heel veel creatieve diensten en consultancy-diensten. Ja, dat trekt ook weer andere type mensen aan. Daarmee is het bedrijf heel divers geworden. En door de jaren heen zijn we met elkaar ook veel meer de waarde ervan gaan ervaren. Dus is het ook eerst, het begint met, dan krijg je dus verschillende type activiteiten, trekt verschillende mensen aan. Mensen die in eerste instantie misschien nog een beetje aan elkaar moeten wennen. En op den duur ook gaan zien, maar het is eigenlijk ook hartstikke leuk en heel leerzaam. En we kunnen dingen met elkaar delen. En we kunnen van elkaar leren. Nou, dat net noemde Marloes volgens mij, als ik het heb, ook iets over de culturen vanuit verschillende internationaliteiten. En dat wil ik wel onderstrepen. Dat vind ik zelf namelijk ook heel erg leuk en leerzaam als je dus met collega's werkt die uit andere landen komen. Die daarmee dus echt weer iets toevoegen aan diversiteit, aan het delen van nieuwe inzichten. En ja, ergens merk ik ook wel dat het ook wel collega's een soort nieuwsgierig maakt. Van hoe werkt dat dan bij iemand anders die uit India komt? Of die uit de UK komt? Of waar dan ook vandaan? Dus dat verrijkt een bedrijf ook wel echt heel erg. Ja, dankjewel. Hoe is dat bij jou, Anke? Wat zeg je? Hoe is dat in jouw bedrijf? We hebben vanaf de start eigenlijk gezegd dat we een divers bedrijf willen zijn. We zijn nu een techbedrijf in de bouw en we hebben 60% vrouwen in dienst. Dus op dat vlak doen we het heel erg goed. Wel vooral jonge mensen, dus dat is weer geen goede afspiegeling. En ik werd een paar weken geleden geïnterviewd door een paar studenten die aan het afstuderen waren op HR. En die interviewden mij over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ik moest eigenlijk alle vragen die ze stelden negatief beantwoorden. Dus toen dacht ik van, op dat vlak doen we het helemaal niet goed. Dus het verschilt heel erg
op de vlak. En we proberen wel echt heel erg divers te zijn en daarover na te denken en daar aanwezig te zijn. We hebben ook bewust gekozen voor een vrouwelijke bedrijfsnaam in een mannelijke sector. Dus het staat wel hoog op de agenda bij ons. Ja. En, mag ik daar aanvullen, Anke? Ja. Weet je, en dat triggerde me ook weer in het verhaal van Mark. Weet je, ik vind het belangrijk dat het ten eerste op de agenda staat. Ik zie het ook een beetje in de chat langskomen van, joh, staat het op de agenda? Voor mij geldt echt dat stap 1 is bewustwording. Het feit dat je hierover nadenkt over wat is diversiteit, wat is inclusiviteit voor jou als organisatie, maar wat betekent dat ook voor je opdrachtgevers, dat vind ik een hele waardevolle stap. En eigenlijk is dan voor mij ook stap 1, zit hem in ieder mens snappen, wat doe jij en wat beweegt jou? He, dus niet alleen in culturele aspecten, daarmee is het vaak veel makkelijker om dat gesprek te starten. Maar ik merk in mijn werk heel erg dat het altijd gaat over het verbinden van mensen en hun werk. En dat geldt voor iedereen. Dus dat geldt ook voor wat doet je collega of wat doet de collega naast de collega. En ik zou het persoonlijk heel gaaf vinden als dat zeg maar al een eerste stap is voor ieder mens. Om daar niet vanuit je eigen aannames te redeneren, maar veel meer in oké, wie ben ik en wat kan jij aanvullen? Want op het moment dat je op die manier gaat matchen in mijn beleving, dan kom je vooruit. En ter aanvulling hier ook misschien een vraag van Ilja op de chat. Heeft iemand zichzelf wel eens betrapt op het maken van een veilige keuze in plaats van een inclusieve keuze? Wie wil daarop antwoorden? Maar ik heb mezelf wel eens betrapt op een vooroordeel. Dus dat ik op basis van een cv en een geboortejaar eigenlijk al een mening had gevormd. En dat ik, gewoon omdat ik er zelf een ander beeld bij had. Want ik dacht, ik wil deze positie iemand die wat jonger is. En toen solliciteerde iemand met een prachtig cv, maar die was wel echt wel wat ouder. En toen trapte ik mezelf gewoon op, zie je, nu val ik gewoon in die valkuil, omdat ik een bepaald beeld heb en de voorganger van deze persoon ook een jong iemand was. En uiteindelijk heb ik het gesprek met die dame gevoerd en vanaf het eerste moment voelde dat goed en zij heeft de baan ook gekregen. En ik ben op dit moment heel blij, omdat ik noem maar wel eens de moeder van ons team, omdat we dat ook nodig hebben. Dus iemand die ook in die rol, in de zorgende rol en continu iedereen in de gaten houdt. En, nou ja, dat is bijvoorbeeld in ons team nu een hele fijne rol. Dus ik ben heel blij nu met haar in mijn team. En ik realiseer me wel dat ik op basis van dat cv dus toch al een vooroordeel had. En ik las laatst een artikel over een bedrijf dat dus experimenteerde, volgens mij ook van de bron. Dat je dus zonder naam, geboortedatum, foto, e-mailadres kon solliciteren. En ik dacht, dat zou voor ons ook wel een heel mooi experiment zijn om dat eens te doen. En om te kijken of we dan tot andere keuzes zouden komen. Wat ik wel, ik zit nu ook midden in een wervingsprocedure. Ik ben ook wel op zoek naar een bepaald soort inclusiviteit. Dus dit is dan weer zo'n typisch mannenfunctie. En dan krijg ik ook allemaal mannen, blanke mannen van een bepaalde leeftijdscategorie die solliciteren. Dus soms denk ik ook wel, welke andere bronnen moet ik gaan aanboren om ook die inclusiviteit meer naar binnen te kunnen halen. Dus er zitten denk ik twee kanten aan. Ja, ja, ik vind het wel lastig. We hebben ook een keer een wat oudere sollicitant gehad. Maar het moet wel ook een beetje passen binnen je organisatie. En ook een beetje met de mensen zijn die meegaan met de snelheid van de tijd. We hadden een projectleider vacature staan. En dat was inderdaad ook een oudere man. Maar hij kreeg het niet voor elkaar om zijn portfolio goed te mailen naar ons. Dus ja, we kregen steeds een bestand wat niet te openen was. Ja, op een gegeven moment heb ik het maar opgegeven. Ik denk, ja, als je nog in technologie dan zo ver achterloopt, dan is het heel moeilijk om dat ook nog, daarin ook nog te gaan investeren. Ja, maar dan is het inderdaad reëel. Duidelijk een keuze gemaakt om toch maar voor een jonger iemand te gaan. Het gaat ook zo snel in de bouw en in de digitalisering, technologie. Dus ja. Maar dat is ook wel reëel, Marloes. Dan heb je dan in feite, dan zeg je iemand beschikt niet over de competenties die je. Nee, ja, klopt. Nee, dan wijs je niet af vanwege zijn leeftijd, maar vanwege competenties. Ja. En als die iemand daar blijk van geeft dat er niet in mee te gaan of zich te weinig voor in te spannen, ja, dan zet je jezelf natuurlijk in feite ook wat meer buitenspel. Ik denk dat er ook mensen zijn die al wat ouder zijn, die duidelijker wel willen en ook soms zelfs. Nou ja, daar proactiever in zijn dan jongeren. Dat zie ik zelf ook wel gebeuren. Ik denk dat
Wat wel belangrijk is, ook in het kijken naar mensen, is dat je heel duidelijk voor ogen hebt, hè, wat is je visie hierop? En wat wil je als organisatie bereiken? Dus we hebben natuurlijk zelf als CRE prachtige corporate mission, vision, strategies allemaal geformuleerd. En er zitten hele mooie dingen in. Maar ik heb dat met mijn team afgelopen half jaar ook wat dichter bij onszelf gebracht. Door om voor ons, ik geef leiding aan een club van nu rond de 160 mensen in Nederland. Om voor onszelf na te denken, wat is nou onze why, how, what? En daar woorden aan geven. En daar zit diversiteit ook in. Binnen mijn activiteiten waar ik verantwoordelijk voor ben, heb je de werken meer commercieel georiënteerde mensen, echte techneuten, financiële mensen, ondersteuning, heel gevarieerd. Maar dat je dan probeert toch woorden te geven aan iets wat je samen bindt. Wat vinden wij gaaf om samen voor onze klanten te bereiken? En dat gaat dan om huurders in de gebouwen die we managen en om de klanten, de investeerders die eigenaar zijn van die gebouwen. Het begon met de vraag, waar kom jij je bed voor uit? Maar wat ik daarmee wil zeggen, als je met elkaar dat gezamenlijke gedragen gevoel hebt, hier kom ik mijn bed voor uit, dan maakt het eigenlijk niet uit of je nou man, vrouw bent, wat voor etnische achtergrond je hebt, wat voor religieuze overtuiging je hebt, no matter what. Het is een soort van, je hebt met elkaar een soort van, je bent enthousiast over wat je samen wil bereiken. Nou, dat kun je misschien ook wel gaan proeven bij een kandidaat. Van, gaat die daarin mee? Ongeacht zijn of haar achtergrond. Er is nog een vraag over je dit zegt. Merken jullie binnen de organisatie dat meer diversiteit ook leidt tot een andere manier van leiderschap? Esther? Ja, zeker. Kijk, weet je, het andere vorm van leiderschap is voor mij echt dat het vraagt om veel meer dienend leiderschap. Dus veel minder directief. We komen weg uit, ik als directeur zou jou moeten vertellen hoe we het gaan doen. Dat is niet waarin ik geloof. Ik geloof heel erg in dat de goede ideeën vanuit een ieder kunnen komen en juist vanuit die samenwerking. En dat betekent dus ook dat je als directie of als management je bedrijf zal moeten gaan faciliteren. Ah, Nathalie is ook binnen. Eindelijk. Fijn. Maar dat je dus ook je mensen moet gaan faciliteren en stimuleren om elkaar op te zoeken, om samen te werken, om fouten te maken, om elkaar te leren begrijpen. En niet alleen maar op inhoud van je werk, maar ook als mens. En dat vraagt in mijn beleving echt een andere vorm van leiderschap dan wat nu het geval is. Buiten dat ik ook denk dat als het gaat over, want jij stelde in je intro, Anke, ook nog iets aan de kaak, namelijk hoe komen nou die crisis uit? En dat ligt hier ook nog wat mij betreft wel dichtbij. Zolang we heel erg bezig zijn met vooral de economische waarden die we met elkaar bespreken in de boardroom, dan missen we volgens mij iets. Want het gaat om meer dan alleen de economische waarden. Het gaat wat mij betreft ook over ecologische waarden of over kwaliteitswaarden als je het hebt over vastgoed. En ik merk doordat de discussies zich in boardrooms vaak verengen tot enkel en alleen het economische, hoe krijg je dan inclusiviteit op tafel? Want hoe draagt dat dan bij aan financiën? Dat is best moeilijk om dat bespreekbaar te maken. En dat ervaar ik in ieder geval wel als een lastig punt, waardoor dit nogal eens van de agenda schuift. Dus ik zou daar wel graag mijn hart voor maken dat het om meer gaat dan alleen de economische waarden. Zou inclusiviteit in je borg van daar niet aan bijdragen? Sorry, maar... Nou, ik vraag me af of een samenstelling van een bestuur, van een board, invloed heeft op de onderwerpen die op tafel liggen. Dat denk ik wel. Ja, ik kan het uit ervaring zelf vertellen. Ik zit zelf in de board van Structon Worksphere met nog 6 andere mannen. En sinds ik zeg maar 4 jaar geleden ben begonnen, wordt het onderwerpen die op tafel komen worden ook anders. Veel meer ook over het mensgerichte aspect. Maar eer dat je zeg maar zo'n positie hebt verworven om dat ter discussie te stellen, dat duurt ook wel weer even. Want ze staan er niet automatisch voor open. Maar als ze merken wel het voordeel ervan. En een HR-directeur helpt daar natuurlijk ook al bij, hè, dat hij vanuit zijn of haar visie zaken aankaart. Maar je merkt toch dat als een van de directeuren zelf dingen aankaart op het gebied van inclusiviteit of aandacht voor de mens, dat werkt toch net even wat beter. Ik denk dat er ook niemand tegen is uiteindelijk. Het is misschien ook wel een soort van mensen alert maken op iets
wat er is, wat wellicht een beetje buiten beeld is, maar wat als het eenmaal besproken wordt en de relevantie eigenlijk in beeld wordt gebracht, dat denk ik dus ook heel veel mannen uiteindelijk ook zeggen, ja, inderdaad, zegt, dit is gewoon heel, dit is cruciaal, hier moeten we iets mee. Maar er is wel iemand anders nodig die het even, nou ja, zeg maar, op tafel brengt. Ja. Dat zonder dan in stereotypen te vervallen, maar daar denk ik dat vrouwen over het algemeen daar, zeg maar, nou ja, wat alerter op zijn of wat scherper in zijn om dat soort thema's ook gewoon in te brengen. Ja, ik vind het op zich allemaal interessant om te horen, maar bij ons lijkt het meer een soort van organisch gegroeid en al in de kernwaarden te zitten, omdat wij natuurlijk, we zijn met z'n tweeën gestart, man en vrouw, en we hebben ook altijd tegen elkaar gezegd, nou, we gaan voor dat teamwork en respect voor iedereen en work-life in balance, dat is voor ons ook heel erg belangrijk. En met die waarden ga je groeien en dan hoeft het eigenlijk al bijna niet meer op de agenda te staan, omdat het al helemaal vanaf het begin onderdeel is van je ideologie of je kernwaardes. Ja, dat is bij mijn organisatie inderdaad hetzelfde, wel vanaf het begin af aan. 50-50. Ja, het is natuurlijk lastiger als je al een organisatie hebt en je denkt van, ja, het zou wel eens fijn zijn als we een beetje wat meer diversiteit hebben. Je moet het dan helemaal bijsturen of omgooien. Dat is inderdaad vertelde dat het bij hun echt op de agenda staat en dat het van oorsprong anders was. En dat de afgelopen paar jaar aan het veranderen is. Ik heb nog een laatste vraag, want we hebben nog een paar minuten. Esther begon er net al even over hoe we met inclusiviteit naar de toekomst omgaan. Want we zijn nu natuurlijk in een transitie naar een nieuwe realiteit, zoals dat steeds genoemd wordt. En wat zijn jullie ideeën hoe we de coronacrisis uiteindelijk beter uitkomen? En dan welke rol inclusiviteit daarin kan spelen? Wie wil daar nog op inhaken? Nou, ik denk het feit dat we gewoon de kansen en mogelijkheden ook van digitaal werken hebben ontdekt. Dat maakt eigenlijk dat iedereen altijd mee kan doen. Dus waar je ook woont, of dat nou in Nederland is of waar ook ter wereld. Hoe oud je bent of welke beperking je ook hebt. Deze omslag naar toch veel digitale werken die echt in de stroomversnelling heeft gekomen. Maakt in die zin de opties voor inclusiviteit heel veel. Er zijn geen barrières meer om het niet te doen. Het is alleen dan nu wel aan ons om die stap te gaan zetten. Ja, eens. Ja, en het benutten van het menselijk kapitaal. Dus als diversiteit en inclusiviteit optimaal werkt, dat je dan in staat bent om de potentie van al je mensen optimaal tot z'n recht te laten komen. En dat zal zeker ook bijdragen aan het zo goed mogelijk met een crisis om kunnen gaan. Dus andere perspectieven. Als je als dienstverlener, zoals in mijn geval werkt, ook weer goed de verbinding kunnen leggen met je klanten en andere stakeholders waar je mee werkt. En als je daar de kracht van je mensen optimaal bij kan inzetten, in plaats van dat dat meer een soort van DNA is wat daarin bepalend is, dan zul je ook uiteindelijk tot betere resultaten komen. Mijn ervaring is zeg maar veelal als je een andere blik hebt op het mensbeeld, en dan heb ik het met name over in hoeverre ben je bereid om echt te luisteren waar mensen mee zitten, zeker ook in deze crisistijd. Hè? We hebben natuurlijk ook medewerkers gehad die heel erg bang waren om weer naar kantoor te komen. Ik denk als je dat luisterend oor kan bieden en mensen hun zorg serieus neemt, ik denk dat toch de ene persoon heeft dat wat meer dan de andere. Ik wil niet zeggen dat vrouwen dat allemaal even goed beheersen. Maar ik merk wel dat dat heel erg belangrijk is, het serieus genomen voelen. En daar op maatwerk zaken regelen waardoor mensen comfortabel zijn in deze tijd. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk aspect is. Om door de crisis heen te komen. En niet je continu zorgen te hoeven maken over het verlies van je baan. Of dat. Marloes, wil jij daar nog iets op aanvullen? Je had ook een anekdote van een Griekse die jullie hebben aangenomen. Ook. Ja, dat kwam inderdaad meer van ja, wat kan zo'n diverse culturele achtergrond voor input brengen binnen je organisatie? We hadden laatst wat sessies over onze strategie, et cetera. En inderdaad ook weer over die kernwaardes. En zij kwam dus met een Griekse woord en dat is meraki. En dat bestaat eigenlijk niet in een andere cultuur. En dat gaat erover dat je echt iets van je ziel of van je iets van je liefde, iets van jezelf in een product legt. En dat
dat was eigenlijk zo mooi, omdat dat, we konden dat in het Nederlands eigenlijk niet verwoorden. En zij zei, oh, nou, bij ons heet dat Meraki. En in Griekenland is dat heel normaal dat je dan een stukje van jezelf in een product legt. En daarmee probeert de mensen te inspireren en het goed te doen, zeg maar. Dus dat was heel waardevol in die discussie bij ons, ja. Maar ja, ik weet niet wat de coronacrisis bij ons voor effecten heeft gehad op inclusiviteit. Misschien wel een risico dat in een crisis, als mensen onder druk staan, dat ze snel geneigd zijn om oude patronen terug te treden. Dat zou ik zeggen. Andersom is het misschien wel extra belangrijk dat ook als een organisatie onder druk staat, dat als je als de visie hebt van hier wil ik meer werk van maken en dit vinden we belangrijk, om het dan ook belangrijk te blijven vinden en niet in een soort oud patroon te schieten. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook echt dat wat het voordeel van de coronacrisis wat mij betreft ook zou moeten zijn, is veel meer dat menselijke gesprek hebben met iedereen. Hè? Het feit dat we weer omzien naar de buurman die alleen woont, maar dat geldt ook in je werk. Hoe is het met je als mens? Die vraag weer meer stellen dan dat we in het verleden deden. Ik denk dat dat gewoon een eerste heel waardevolle stap is die we uit deze periode kunnen halen. En dat kan ook digitaal. Ja. Dankjewel. Ik denk dat we het hierbij moeten afronden, want de tijd is op. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor je deelname vandaag. En hopelijk je nog een keer te volgen. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ja. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Fijne dag allemaal. Zelfde. Fijne dag allemaal. Doei. Doei.